Welkom iedereen bij deze online informatiesessie van de Bachelor Business Analytics. Voordat we starten met de presentatie zou ik ook graag het team aan jullie willen voorstellen. Dus ik wil aan iedereen vragen van het team om even de camera aan te zetten. Allereerst wil ik starten met professor Dick den Hertog. Hij zal vandaag de presentatie geven. Dick, kun je even hoi zeggen? Ja, goedemiddag. Ik ben ik, ja. Dankjewel. Dan hebben we ook Umut Konus. Hij is Program Director binnen Business Analytics. Hij zal ook vragen beantwoorden tijdens de live Q&A, maar hij zal dat in het Engels doen. Hi, hello everyone. Good afternoon. Thank you, Umut. Dan zullen ook nog twee studenten vandaag aan het woord komen om te vertellen over hun eigen ervaringen binnen Business Analytics en de UvA. Olivier. Hoi. Dankjewel. En Melis, she's an international student. Hallo. Thank you, Melis. En dan hebben we ook Roos Klaasman. Zij is ook studieadviseur binnen de faculteit. En zij zal ook vragen beantwoorden in de chat. Yes. Hoi allemaal, welkom. Dankjewel, Roos. En dan zou ik zeggen, laten we beginnen met de presentatie. Ga je gang, Dick. Dankjewel, Eleni. Wat ik vanmiddag wil doen is... Dit is in feite de agenda voor vanmiddag voor mijn presentatie. Ik wil je iets vertellen over Business Analytics. Wat is het eigenlijk? En waarom hebben we dit programma hier? Iets over studeren in Nederland, studeren aan de UvA in Amsterdam. En dan straks komen ook de twee studenten die al aan jullie zijn voorgesteld, komen ook aan het woord om iets te vertellen over hun ervaringen. En dan vervolgstappen, wat je zou kunnen doen om nog meer informatie in te winnen of je aan te melden, je op te geven voor de studie. En dan vragen van jullie en hopelijk ook de antwoorden van onze kant. Maar eerst eens iets over de Business Analytics. Wat is het nou precies? Nou, Business Analytics, misschien al beginnen is goed om te zeggen dat natuurlijk, er zijn heel veel toepassingen die liggen binnen de business domein. Maar Analytics wordt ook op bijvoorbeeld bij de non-profit instellingen en ook NGO's, overheden gebruikt. Dus het is niet alleen maar toepassingen binnen de business, alhoewel dat natuurlijk wel een heel belangrijke domein is, business analytics. Het woord analytics, waar slaat het op? Binnen analytics is een sleutelwoord data. Dus data is eigenlijk het belangrijkste woord binnen analytics. Dus we gebruiken data om verborgen patronen te herkennen, te onderkennen. We ontwerpen algoritmes. We gebruiken de computer. We gebruiken ook heel veel wiskunde. We gebruiken ook heel veel kennis vanuit het bedrijfsleven. En daarin zijn er ook heel veel vakken hè, die jullie die kennis bij je brengen. Dus eigenlijk al die combinaties. Maar data is het sleutelwoord. We gebruiken data om uiteindelijk te komen tot inzichten en tot betere beslissingen, besluitvorming in het bedrijfsleven. Of, hè, wat ik net vertelde, ook buiten het bedrijfsleven. Dus data en algoritme, wiskunde, computers, dat zijn kernwoorden hier. Het woord algoritme is dat niet, wellicht niet bekend bij jullie. Maar algoritme is eigenlijk een soort recept, eigenlijk een soort rekenrecept, waarmee je een soort stappenplan, waarmee je dus dingen kunt uitrekenen. En vaak gebruik je daar ook de computer voor. Hè? Dus een rekenrecept wat je kunt programmeren. Waarom is business analytics tegenwoordig zo populair? Het is ontzettend veel gevraagd, ook in het bedrijfsleven. En er zijn eigenlijk diverse redenen voor. De eerste reden is dat data is nu in zeer grote hoeveelheden beschikbaar gekomen. Dat is ook dankzij het internet. En de data, daar kan je een onderscheid maken tussen gestructureerde data en ongestructureerde data. Bij gestructureerde data moet je denken aan bijvoorbeeld... dat kunnen gewoon getallen zijn, maar dat kan ook tekst zijn die geordend is. Gestructureerde data of ongestructureerde data, dan moet je denken aan bijvoorbeeld ruwe tekst of aan images, beeld,
bijvoorbeeld satellite informatie of andere beelden hè, in medische toepassingen. En al die data die nou zo in grote hoeveelheden beschikbaar zijn gekomen, die kun je gebruiken om meer inzicht te krijgen en betere beslissingen, beslissingen te krijgen in het bedrijfsleven. Dat is de eerste reden. De tweede reden is, de algoritmen, wat ik net heb uitgelegd, die zijn slimmer en sneller geworden. En daardoor kunnen we dus ook betere beslissingen nemen. En een derde aspect, een derde ontwikkeling, waardoor business analytics zo populair geworden is, is dat de processoren van computers, die zijn veel sneller en goedkoper geworden. En hetzelfde geldt ook eigenlijk voor de opslagcapaciteit. He, dus je hebt veel data nu, maar je kunt het ook goedkoop opslaan. En je kunt ook door die processoren, die veel krachtiger zijn geworden, kun je het ook veel sneller verwerken. Misschien wel leuk om te vermelden dat, he, als je kijkt naar algoritmen, die je natuurlijk ook versnellen, snellere algoritmen en processoren, dat je eigenlijk meer kunt winnen door slimme algoritmen te ontwikkelen dan ja, de voortgang in de snelheid van processoren. Dus dit is eigenlijk nog belangrijker dan het derde aspect. Dus dit zijn aspecten, dit zijn ontwikkelingen die van belang zijn geweest, waardoor business analytics zo populair is geworden. Nou, dat zijn ook eigenlijk ook wel de redenen waarom we deze bachelor hebben opgezet. Data is steeds belangrijker geworden. Bedrijfsleven ook steeds meer gewild en gevraagd. Dus vandaar dat we ook deze bachelor hebben opgezet. Maar ook deze nieuwe technologieën die er zijn op het gebied van data. Artificial intelligence, machine learning, blockchain enzovoort. Ja, daar is grote behoefte aan in het bedrijfsleven. Aan mensen die daar kennis van hebben. Maar deze ontwikkelingen brengt ook met zich mee dat er eigenlijk hele nieuwe business modellen ontstaan. Business modellen, bijvoorbeeld als we praten over het web. Als je praat over de webshops. De hele nieuwe manieren om business te bedrijven. En ja, daar is ook kennis voor nodig. Vandaar dus ook dat we deze bachelor hebben opgezet. En uiteindelijk natuurlijk zeer veel banen, zeer grote vraag vanuit het bedrijfsleven voor zulke, voor mensen die getraind zijn in business analytics. Nou, ik wil je een aantal voorbeelden geven. En dan neem ik een aantal voorbeelden vanuit diverse geledingen binnen het bedrijf. Dus ik heb eerst een marketingvoorbeeld en dan een voorbeeld meer in de logistiek, dan een voorbeeld van accounting. En dan nog een ander voorbeeld. Dus ik wil beginnen met een marketingvoorbeeld. Dus analytics, business analytics, wordt natuurlijk heel veel gebruikt en heel veel toegepast binnen de marketing. En ik heb hier één voorbeeld ook opgenomen, waar het gaat eigenlijk over het, ja, het gericht adverteren op online platforms. En ja, misschien heb je het zelf ook al gemerkt, als je eens een keer ergens naar gezocht hebt, dan de volgende dagen krijg je ineens heel veel aanbiedingen, heel veel advertenties te zien. Hoe werkt dat nou precies? Nou, er zit een heel algoritme en een heel biedingsproces achter. En dat laat deze video laat dat zien. As if websites were newspapers. You'd buy the top banner at a specific site for a month, hoping to catch the eye of your target audience, praying for a few clicks along the way. A lot's changed. Today, it's about real-time bidding, or RTB. Advertisers now pay only for the impressions they want at the price they choose. It's all done automatically, in real time, with multiple buyers bidding for each impression, around the clock, on millions of sites. Lots of technology moving at blazing speeds. TLV Media makes sense of it all by analyzing billions of ad impressions a day, figuring out who's clicking on what, where, and what they did next. Our RTB engine programmatically makes over 200,000 decisions per second, analyzing over 200 parameters per user at 10 milliseconds per decision. It's the art of showing the right ads to the right folks. Watching user reactions, our algorithms evaluate the strategy, tweak the plan, check results, and start again to make it even better. How much better? We measured up to 420% better. As if website. Dus dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is binnen de, ja, de logistiek.
En hier heb ik dus één voorbeeld opgenomen voor vliegtuigenplanning. Maar ook daar speelt analytics een heel belangrijke rol. In bijvoorbeeld de vliegtuigenplanning. Waar het gaat over hoe moeten we dan optimaal vliegtuigen toewijzen aan de gates. Hoe moeten we de vliegtuigen optimaal inzetten op de vluchten. Wie gaat welke vlucht doen. Hoe moeten we de bemanning ook goed schedulen. Dus dat zijn enorme grote puzzels. Waar veel data aan te pas komt en ook heel veel algoritmes om dat optimaal in te richten. Een ander voorbeeld is in accounting en control, waar dus analytics en AI gebruikt wordt om fraude op te sporen. Dan kan je denken binnen banken, maar ook binnen bedrijven, supplier fraud, dus op heel veel manieren fraudes opgespoord kunnen worden door middel van analytics en artificial intelligence. Maar zoals ik net ook zei, het is niet alleen dat analytics gebruikt wordt binnen bij bedrijven. Dat zou je kunnen denken als je hoort business analytics. Maar er zijn ook heel veel maatschappelijke toepassingen. Dus analytics wordt tegenwoordig ook heel veel gebruikt binnen overheden, binnen non-profit organisaties en ook NGO's. Dus wij zelf doen ook heel veel onderzoek in, ook samen met studenten. Dus dit wat ik nu ga vertellen zijn ook soms onderdelen daarvan door de studenten gedaan. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan het Rode Kruis, het Wereldvoedselprogramma, of de Wereldbank, of de World Health Organization en AMREF. En ik wil een paar voorbeelden noemen. Voorbeelden trouwens ook die je ook in het eerste jaar in een vak ook te horen krijgt. Een voorbeeld is een project wat we ook gedaan hebben voor het Wereldvoedselprogramma. Die dus voedsel geeft aan die mensen op die plekken waar honger is. En dan gaat het eigenlijk om de inrichting van de food supply chain. Dus wat moet er zitten in die dagelijkse maaltijd voor die mensen? Welke ingrediënten? Waar moet ik ze inkopen? Hoe moet ik ze transporteren? Zodanig dat de totale kosten zo laag mogelijk zijn. En ook ja, dat allerlei vereisten, als het gaat over iemand moet per dag zoveel vitamine A, zoveel vitamine B en zoveel calorieën binnenkrijgen. En dan zijn er nog veel meer van die vereisten. Hoe moeten we het inrichten zodanig dat aan al die vereisten voldaan wordt en de totale kosten zo laag mogelijk zijn? Nou, dat is een puzzel wat een mens niet meer aan kan. Dus daar is ook analytics voor nodig. Daar hebben we data voor nodig, maar ook slimme algoritmen om de beste oplossing te pakken uit die miljarden keer miljarden keer miljarden mogelijkheden waar de computer misschien honderden jaren over zou doen om de beste te pakken. Slimme algoritmen en een computer, die doet daar misschien minder dan een minuut over. En dat is ook analytics. Dus dat is één toepassing. De World Food Program. Een andere toepassing is het volgende. Zo, dit is het land Timor-Leste. Dat is een klein land vlakbij Indonesië. De rode stipjes zijn ziekenhuizen. Of eigenlijk ja, meer primaire gezondheidszorg. Dus eigenlijk ja, de huisartsen. En de vraag was er eigenlijk, we willen vanuit de United Nations dat 95% van de mensen toegang tot zo'n ziekenhuis heeft binnen 5 kilometer, want dat is nog te lopen binnen een uur. En dat is heel belangrijk dat mensen dicht bij een ziekenhuis zitten. En de vraag is, hoeveel procent van de bevolking heeft toegang tot een ziekenhuis binnen 5 kilometer lopen? Nou, dat hebben we geanalyseerd en het bleek maar 62% te zijn. En toen was de vervolgvraag, oké, hoeveel nieuwe ziekenhuizen moeten we dan plaatsen en ook waar? Met zo min mogelijk nieuwe ziekenhuizen, dat we toch komen tot die 95% van de mensen die wel een ziekenhuis binnen 5 kilometer tot hun beschikking hebben. Nou, er komt ontzettend veel data aan te pas. Analytics, slimme algoritmen om dan deze vragen te kunnen beantwoorden. En een andere toepassing waar we nu ook mee bezig zijn is voor de Ocean Cleanup. Dat is een Nederlandse non-profit organisatie die probeert om de plastic uit de oceanen te halen. Er zijn 5 hotspots in de wereld op de oceanen waar veel plastic ligt. En dit is het systeem wat ze dan gebruiken. En dan varen ze in die richting en dan
vissen ze als het ware de plastic zone. Het komt hier in de retention zone komt het terecht. Maar de plastic is niet homogeen. Dus op sommige plekken is het heel veel plastic, de andere wat minder enzovoort. En de kwestie, de vraag is dan in feite, waar moet ik met het systeem heen varen? Zodanig dat ik binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk plastic kan vangen. Nou, er komt ook ongelooflijk veel data aan te pas. En uiteindelijk dus ook weer het ontwikkelen van een slimme algoritme om een optimale vaarstrategie te bepalen. Zodanig dat je zoveel mogelijk kunt vangen. Het lijkt een beetje voor degenen die dat spelletje kennen op het Pac-Man spelletje. Nou, hier zie je dan, ik kan het niet laten om dat even te laten zien, een van de optimale vaarstrategieën. Dus dit zijn kilometers, dit is een gedeelte van de oceaan. De kleur geeft de dichtheid van de plastic weer, hoe lichter. Dus geel is veel plastic, rood is helemaal veel plastic. En hier zie je dan de optimale strategie om die plastic, zoveel mogelijk plastic te vangen. Dus ook dat is met analytics gedaan. Dus je ziet, het is een ontzettend gevarieerde problemen die je aan kunt met analytics. Dus niet alleen binnen de business, maar ook dit soort maatschappelijke toepassingen. Als we praten over de analytics, dan is ook en AI, dan is ook ethiek heel erg van belang. Hè? Dus dat is ook een onderdeel van het programma. Noem alleen maar bijvoorbeeld wat gebeurde een aantal jaren geleden in 2016 bij de verkiezingen in Amerika. Toen Trump, maar ook in Engeland, waar toen gebruik gemaakt is van Cambridge Analytica. En die kregen dus data van Facebook door. En dat werd dan gebruikt om mensen te beïnvloeden om een bepaalde keuze te doen bij de verkiezingen. En dat is een groot schandaal geworden. Hier in Nederland was er afgelopen weekend ook een bericht. Dat ook hier in Nederland een aantal partijen op een eigenlijk ongepaste manier gebruik gemaakt heeft van data. Personal data. Om ook door middel van advertenties mensen te beïnvloeden. Dus er speelt heel veel, ethiek is heel erg belangrijk. Ook als het gaat over data. En ook dat is onderdeel van het onderwijs van het programma Business Analytics. AI kan je dus ook misbruiken. Nou, een van de manieren om AI te misbruiken is ook deepfake, waarmee je dus, het laat denk ik ook het video hier zien, mensen kunt misleiden. Ik laat het zien. Dear fellow scholars, this is 2 Minute Papers with Dr. Caro Jona Ifahir. It is important for you to know that everybody can make deepfakes now. You can turn your head around. Mouth movements are looking great, and eye movements are also translated into the target footage. And of course, as we always say, 2 more papers down the line, and it will be even better and cheaper than this. Tot zover over analytics, business analytics, wat je kunt mee doen, ethiek, wat belangrijk is. Nu wil ik wat meer zeggen over de opleiding zelf en daar wat meer details over geven. Voor een business analytics project in de praktijk is het van belang dat je eigenlijk alle stappen die van belang zijn in zo'n project goed kunt uitvoeren. Dus het gaat over de. Het begint eigenlijk met de juiste vragen te stellen. Wat is nou eigenlijk het doel? Waar willen we naartoe? Of wat is het probleem? Wat is het doel waar we naartoe werken? En dan is het. De volgende stap is het. De data verzamelen. De data opschonen. Dat is vaak ook ontzettend veel werk. De data management. En goed opslaan en organiseren. En dan uiteindelijk natuurlijk waar het om te doen is, het probleem, het bedrijf, probleem modelleren, wiskundig modelleren, data gebruiken en dan komen tot een aanbeveling. Dat moet vervolgens ook gecommuniceerd worden, gevisualiseerd worden en vervolgens geïmplementeerd worden. Dus er zijn allemaal verschillende stappen die van belang zijn in zo'n analytics project
En in het programma zitten eigenlijk al deze aspecten ook verwerkt in het programma. Nou, het programma bestaat uit wat wij noemen ABC-vakken. Dus enerzijds analytics-vakken, business-vakken en computer science-vakken. En al die drie aspecten zijn van belang om een analytics-project te doen slagen. Dus analytics-vakken zijn bijvoorbeeld vakken als wiskunde, statistiek, econometrie, operations research. De business-vakken, finance, marketing, strategie, operations, management, economie, ethiek en recht. En de derde categorie is dan de C-vakken, computer science, waar het gaat over de software, programmeren, data management, artificial intelligence. Dus dat zijn vakken. En het is niet zo dat het ene vak alleen maar analytics is. Ja, soms is dat wel zo. Maar er zijn ook vakken die combinaties zijn. En er zijn ook vakken die integrerend zijn. Die dus al die drie aspecten bevatten. Dus in principe, als je drie aspecten hebt, kan je het Venn-diagram tekenen met alle doorsnedes. En er zijn cursussen die zowel alle drie de aspecten, de ABC, combineren. Maar ook vakken die alleen bijvoorbeeld de analytics en de business aspecten combineren. Of analytics en computer science combineren. Nou, als we dan dieper inzoomen in het eerste jaar, dan is denk ik het centrale thema in het eerste jaar is basiskennis. En ja, daar zitten dan natuurlijk ook analytics vakken in, dus mathematics, calculus, gaat meer over differentiëren, integreren enzovoort, functies. Maar ook lineaire algebra, vectoren, matrices. Natuurlijk enorm van belang als we praten over de data en artificial intelligence. Maar ook kansrekening en statistiek. Zelfs twee vakken ook voor opgenomen in het eerste jaar. Dus dat zijn de analytics vakken. En dan hebben we de business vakken, micro-economie. Micro-economie waar je meer kijkt naar het gedrag binnen economie van personen en van bedrijven. Finance, business law en ethiek. Dat zijn meer de business vakken. En dan meer de computer science vakken. Programmeren en dit vak Introduction Data Science, Data Preprocessing. En dan is er ook een vak, en ik ben zelf daar ook de docent van dit vak, Analytics for the Better World, wat de drie aspecten ook integreert en combineert in dit vak. En bijvoorbeeld de toepassing waar ik net over vertelde voor de Wereldvoedselprogramma en voor de Ocean Cleanup en voor de ziekenhuizen. Dat zijn toepassingen die ook besproken worden tijdens dit eerstejaars vak. Dus daar leer je wat basistechnieken. Basis analytics technieken, maar tegelijk ook toegepast op dit soort toepassingen. Tweede jaar, dat is meer verdieping en verbreding, maar opnieuw weer analytics vakken, business vakken en computer science vakken. Dus dit zijn dan meer de analytics vakken. Dan hebben we ook weer meer business vakken, maar ook dus gecombineerde vakken. Die zowel analytics, business, computer science of twee van de drie combineren. Dus hier zie je ook accounting en control. Ik heb ook een voorbeeld genoemd vanuit de fraudedetectie voor accounting en control. En dan in het derde jaar, een groot deel daarvan bestaat uit een internship, een stage. Dat kan dus zowel ook internationaal ingevuld worden of een international exchange, dat kan ook. Of op de UvA een minor of electives volgen. Dat zijn allemaal mogelijkheden tijdens deze eerste periodes. Dan zijn er nog wat vakken die gevolgd worden, maar uiteindelijk wordt het afgesloten met met het schrijven van een thesis. Dat is het derde jaar.
En opnieuw hier weer de indeling in analytics, business en computer science vakken. Misschien is het ook goed om te kijken naar wat zijn nou de verschillen met andere opleidingen in Nederland. Die misschien erop lijken, maar toch op bepaalde punten verschillen. Laat ik starten met het verschil aan te geven met meer de econometrie of econometrie in data science programma's. Dergelijke programma's zijn meer gericht op macro- en micro-economie en minder op de business kant. Dus daar zou je vak als marketing of ondernemerschap of dus zul je daar, of finance, zul je daar niet zo snel hebben. Ze zijn minder gericht op programmeren. Ze zijn veelal gericht op meer de traditionele econometrische modellen en minder ook op artificial intelligence. Als je vraagt naar het verschil met bijvoorbeeld de technische bedrijfskunde of industrial engineering, dan is het denk ik zo dat technische bedrijfskunde vooral gericht is op logistiek, supply chain en niet zozeer breed op de business vakken, zoals finance, marketing enzovoort. Ze zijn ook meer gericht op, speelt een belangrijke rol, interesseerde statistiek en optimalisatie. En minder gericht op artificial intelligence. En bovendien de master die erbij hoort, dus dat is na de bachelor, is een 2-jarige master. Alhoewel, bij ons is het een 1-jarige master. Alhoewel het ook mogelijk is om bij ons een 2-jarige master te doen. En dat is de zogenaamde Tinbergen Instituut Onderzoeksmaster. Maar in principe is onze master in 2 jaar, of 1 jaar. En de master bij technische bedrijfskunde is vaak 2 jaar. Dan nog het verschil met business analytics op de VU. Op de VU is de business analytics opleiding een onderdeel van de afdeling wiskunde. Dus ze zijn wat minder gericht op econometrie. Wat minder gericht op de business onderwijs. Dus wat minder gericht op finance, HR, marketing, ondernemerschap enzovoort. Ook zij hebben een 2-jarige masteropleiding en bij ons is dat optioneel. We hebben een 1-jarige masteropleiding, maar een 2-jarige is ook mogelijk via de Tinbergen Instituut. Dan nog het verschil met artificial intelligence. Zulke opleidingen zijn nauwelijks gericht op business, op econometrie en optimalisatie. Maar natuurlijk een hele sterke focus op AI. En ook daarna zie je vaak dat ze een 2-jarige masteropleiding hebben. Nou, als we praten over carrièreperspectieven, kan ik daar heel kort over zijn. Die zijn gewoon super goed. Dus enorm veel vraag naar. Nogmaals, niet alleen bij in de business, niet alleen bij bedrijven, maar ook bij overheden en non-profit sectors en NGO's. Dus enorm veel vraag naar. De statistieken leert ons dat 88% na een half jaar, na het zijn afgestudeerd al een baan heeft. En dat 58% heeft een vast contract na 1 jaar. En dit zijn dan de salarissen. Ja, natuurlijk. Het is veel belangrijk om werk te hebben wat leuk is, maar het is toch mooi meegenomen als je al met zulke salarissen kunt starten en na 5 jaar al zo'n salaris hebt. Dus carrièreperspectieven zijn denk ik zeer, zeer, zeer goed. De opleiding zelf is ook tot stand gekomen in nauwe samenwerking met bedrijven. Ik moet er gelijk ook bijzetten dat heel veel docenten, en dat denk ik ook wel kenmerkend voor deze opleiding, dat heel veel docenten ook heel duidelijke binding heeft of zelf ook werkzaam was of nog steeds is in de praktijk. Deze bedrijven hebben dus ook zijn nauw betrokken geweest ook bij de opzet van dit programma. Nou, iets over de toelatingseisen. Details kun je vinden op deze website hier. De toelatingseisen zijn VWO-diploma of iets vergelijkbaars.
Wiskunde B, dat is een harde eis. Dat is altijd een vraag, hè? Hoe belangrijk is wiskunde? Nou, wiskunde is best wel belangrijk voor deze opleiding. Dat betekent niet dat je voor wiskunde 9 of 10 moet hebben. Anders red je het niet, absoluut niet. Maar je moet wiskunde wel leuk vinden en daar niet echt veel moeite voor mee hebben. Want wiskunde B, wiskunde blijft een heel belangrijk onderdeel in analytics. Economie is niet verplicht, dus je kunt heel goed zonder economie in je vakpakket te hebben gehad ook toegelaten worden. En Engels is natuurlijk ook van belang op VWO niveau. Dus dat is even heel in het kort de basis ten aanzien van de toelating. En als je wil dit programma wil volgen, dan schrijf je in voor 1 mei. Nou, iets over de UvA in Amsterdam. Ja, misschien hoef ik daar heel weinig over te zeggen. Amsterdam is natuurlijk een fantastische stad. Maar voordat ik over de stad zelf ga zeggen, iets over de universiteit. Hè, als je kijkt naar de rankings die er zijn. Het is een hele belangrijke ranking. De QS World University Rankings. Daar staan wij, wat Nederland betreft, op de eerste plaats. En wereldwijd op de 53ste plek. Op andere rankings staan we op de 61ste plek. Kortom, ik denk dat de universiteit hoog op de rankings staat. Amsterdam is natuurlijk een fantastische stad om in te wonen. Zeer internationaal. En veel musea, het is een ongelooflijk mooie stad natuurlijk. Ook uitstekende faciliteiten voor de studenten. We praten over de bibliotheek, de studieondersteuning, sportfaciliteiten, loopbaanadviezen, restaurants, cafés, noem maar op. Als we kijken naar de statistieken van de studenten, ik dacht dat dit van vorig jaar of van dit jaar is, dan hebben we het volgende. Dus uit Nederland komt zo'n 30% van de studenten en uit de EU 33% en buiten de EU zo'n 37%. 66% vrouw, 34% man. Ja, dus even samenvattend, waarom business analytics en waarom business analytics aan de VU? Ja, ik denk dat business analytics een zeer boeiend vak is, waar je echt bij kunt dragen aan een betere wereld. Waar je dus ook de computer, waar je wiskunde kunt inzetten. Dus dat moet je ook erg leuk vinden. En dat is zeer uitdagend en interessant. Ik denk dat ook een leuk onderdeel van het programma is dat je een derde jaar stage kunt lopen. Om een semester in het buitenland te studeren is ook mogelijk. Een andere reden waarom Business Analytics aan de UvA is, denk ik, de uitstekende internationale reputatie van UvA en de stad Amsterdam. Daarna, als je deze bachelor gedaan hebt, dan heb je toegang tot ook diverse andere masteropleidingen, waaronder natuurlijk onze eigen masteropleiding, die je vervolgens op deze bacheloropleiding. Goed, nou, dat is in een 35 minuten iets over de opleiding Business Analytics, iets over de carrièreperspectieven en over de stad en de universiteit zelf. Nu wordt het hoog tijd om ook aan de studenten te vragen hoe zij dit hebben ervaren. En dan wil ik als eerste Olivier Weitz vragen om hierover iets te vertellen. Olivier is tweedejaars student aan deze opleiding. En we zijn benieuwd, Olivier, wat jij ons te vertellen hebt. Ja, hallo. Ik zie dat mijn video nu even niet aangaat in ieder geval, maar dat maakt op zich niet echt uit. Het plaatje wat je op de achtergrond ziet, dat is het businessgebouw. Die zag je net ook al even. Ik ben dus tweedejaars business analytics student. Voordat ik business analytics deed, eerst econometrie gedaan aan de UvA in mijn eerste jaar. Maar besloten te switchen richting business analytics. Ik ben dus toen ook weer gaan kijken naar welke universiteit wil ik.
Ik heb toen dus ook gekeken, nou, wil ik naar de VU of wil ik naar de UvA? Wat uiteindelijk ik leuk vond om naar de UvA te gaan, dat had te maken met wat... het is een vrij nieuwe course. Het is erg kort geleden opgezet. Het is pas een paar jaar oud. VU Biz Analytics is al wat ouder, maar wat ik mooi vond aan deze course was dat we onder andere veel werken met Python als programmeertaal, waar je bij de VU vooral werkt met JavaScript. JavaScript is in dit vakgebied een minder grote taal, minder groeiend ook. En er zijn wat minder modules en packages in. Dus daarom vond ik het eigenlijk deze course wat moderner opgezet. En besloot ik ook onder andere om naar de UvA te gaan. Ook omdat de UvA onder andere een goede ranking heeft. En data science heeft ook kennis natuurlijk opgedaan van het Science Park, wat internationaal ook goed bekend staat. Programmeren is best veel, zal je best wel wat doen ook bij deze course. Bijvoorbeeld in mijn tweede jaar heb je toch best wel veel vakken dat je in ieder geval voor een assignment in wat voor een vorm dan toch wel wat zou moeten programmeren in Python vooral. Daar moet je dus wel, je hoeft het van tevoren niet te kunnen, daar word je helemaal mee geholpen. Maar lichte computeraffiniteit is dus wel gewenst. Bij econometrie werken ze vooral in R. Dat is een wat wiskundigere, theoretischere taal. En dat is dus wat anders. Econometrie, ook met de mensen als ik het erover heb, van met medestudenten, is misschien net wat theoretischer. Je hebt ook één wiskunde en een statistiekvak meer. Je gaat dus net ietsje meer onder de motorkap qua wiskunde, maar je hebt uiteindelijk dan net wat minder toepassing ervan. Dat is dus eigenlijk een lichte samenvatting daarvan. Ik deed bij econometrie, had ik toen gekozen voor Nederlandse tutorials. Bij Biz Analytics kan je kiezen of je een Engels of een Nederlands tutorial wil in je eerste jaar. Toen heb ik gekozen voor het Engelse tutorial. Ik vind het gewoon erg fijn. Het gaat snel door. Je bent al bezig met je termen en je lectures zijn in het Engels. En dan beviel het mij ook wel om tutorials in het Engels te hebben. En met internationale studenten, die komen natuurlijk hier ook om een reden dat ze gewoon... Ja, je bent al in het buitenland. Je ouders geven al flink wat geld uit om hier te zijn. Dus dan zit er ook gewoon een extra tempo op. En dat sprak mij wel aan om dat daarom te doen. Ik vond de overstap erg goed te doen van de middelbare school naar de universiteit. Wat je wel mee op moet passen is waar veel studenten nat gaan, is in het eerste vak, calculus, wat je gaat krijgen. Dan heb je je eerste week, die gaat nog best wel goed. Dan ben je tweede week, begint al wat lastiger te worden, maar denk je, nou, het gaat ook nog wel. Ik schrijf mee met de tutorials, met de lectures kijk ik. En dan kom je in je derde week en denk je, ik snap het eigenlijk niet echt meer. Het gaat wel snel nu. En dan krijg je ineens het besef moment, oké, er komt een midterm aan. Dat is dus ook het vak waar dan veel mensen aan het begin nat gaan. Ik adviseer, maak die opdrachten. Wees bij het luisteren naar de docent of het theorie snappen. Of wanneer je dan iets leest, het snappen. Dat is niet hetzelfde als zelf ook echt de kennis hebben. Dus dat is mijn tip voor de toekomstige studenten. Dus dan geef ik Sonal, I will be handing it over to Melis. She's a third year business analytics student. Yeah, hello. Hi, everyone. Nice to meet you. I'm Melis. I'm, like Olivier said, I'm in my third year at the moment. I'm originally from Turkey, but I grew up for most of my life in Dubai and then moved to the Netherlands for my bachelor's. So I'm in my third year right now, and I'm doing a minor in sustainability and economics at the UvA. So I decided to stay and do a minor here. But like it was mentioned, you could also go abroad or do an internship and things like that. My reason for choosing the course was mainly because I really liked maths in high school. But I didn't want to just study maths and I wanted to apply to something. And this course kind of offered the perfect combination of its applications to coding and also business. For my personal experience, I would say first year is definitely the most challenging. We learn a lot of the maths, core maths knowledge that we need in the first year. So that really stood out to me. It's just be prepared for that, I guess.
If you like maths, though, I think it's really not a problem. And in terms of the course itself, it's not the easiest course. It's definitely very demanding, but also with just like a bit of studying. And obviously, if you already like the subjects like maths and coding and things like that, it's definitely very much doable as well. So far, I'm pretty much almost done with my studies. And I think I've grasped like a pretty even and good knowledge of all three aspects of like business, maths, and coding. So yeah, if you're looking for something that's a bit more varied, and if you want to study different things at the same time, this is definitely the course for you. And in terms of picking UvA, I know you're all probably living in the Netherlands already, but obviously it's in Amsterdam. It's a great student city. There's always something to do, even for international students. And we have a really great study association called the VSAE. You can find it online as well. And they organize a lot of trips for us. So we go skiing together every year, and we went to Paris and Vienna. And next month, we're going to Eindhoven for a more like local trip. So we do a lot of stuff together with the association as well. So in terms of social events, that's really good. And also they do a lot of career events. So we get to meet a lot of companies, and especially now for me, that's a bit more important because I'm about to graduate. So yeah, it's been really nice to have that environment at the UvA as well. So yeah, that's kind of it for me. If you have any other questions, I'm happy to answer them at the end. And yeah, thank you. Oh, thank you, Melis. En dankjewel, Dick en Olivier. Dan zijn we nu aangekomen bij de vervolgstappen. Allereerst, als je deze presentatie leuk vindt en je bent nog verder benieuwd hoe de studie Business Analytics aan de UvA is, dan zou ik zeggen, verken de website. Daar staat nog veel meer informatie op. Maar wat ook leuk is om te vermelden is dat je ook op 5 december kunt komen proefstuderen. Je kunt dan deelnemen aan een hoorcollege en een werkgroep. En als ik het goed heb begrepen, zul jij de hoorcollege geven. Toch, Dick? Dat klopt, inderdaad. Ja, ja, ja. Heel leuk. Verder wat ook leuk is, je kunt ook meelopen met een student. Dus dan kun je een dag lang ervaren hoe het is om student te zijn aan de UvA. Dat is op verzoek. Dus dat kan niet zomaar, dus daar moet je ook voor registreren. En als laatste kun je, als je zeker weet dat je Business Analytics wil gaan studeren, meld je dan aan via StudieLink. En de deadline om dat te doen is 1 mei 2024. Dan stel ik voor dat we nu naar de live Q&A gaan. Ik zag dat er aardig wat vragen in de Q&A zijn binnengekomen. Ik zal de vragen voorlezen en dan de vragen aan de beantwoorder om te beantwoorden. Sorry. Allereerst, de vraag van Femke. Leer je dus bij Business Analytics hoe je die algoritmes /analytics et cetera maakt? Of juist hoe je die informatie gebruikt om bepaalde vraagstukken te beantwoorden. Dick, kun jij die vraag beantwoorden? Ja, ja. Zeker ook het laatste. Om gebruik te maken hoe je dat dan in een bedrijf kan toepassen. Maar ook wel het eerste. Hè? Dus je leert ook wel om zelf ook algoritmen te ontwikkelen. Die er bijvoorbeeld nog niet zijn. En soms heb je ook toepassingen die dat vergt. Maar het grootste gedeelte is wel, denk ik, ook het toepassen van. Oké, dankjewel, Dick. De tweede vraag van Tessa is, in hoeverre is de studie nog gerelateerd aan economie? Want ik heb het idee dat het vooral over data gaat. Ik verwacht dat jij die ook kunt beantwoorden, Dick. Ja, het gaat dus met name om dus niet zozeer macro-economisch. Dus niet zozeer op dat gebied. Het gaat veel meer over business toepassingen. Of toepassingen voor de overheid. De lokale overheid en nationale overheid. Maar ook binnen economie trouwens. Er wordt heel veel data gebruikt. Dus het is niet een tegenstelling tussen data of economie. Maar het is wel waar dat de economische component, die zit er wel in, maar is niet echt het bedrijf, de business staat toch wel centraal daar. Okay.
Dankjewel. De volgende vraag is van Berk. Is de kans dat dit, en ik neem aan dat dit de studie is, door een AI-bot wordt overgenomen niet erg groot? Nou, je ziet natuurlijk al ontwikkeling, hè? Bijvoorbeeld met ChatGPT. Maar ja, kijk, wat je daardoor ziet bijvoorbeeld, hè, dus in de toekomst denk ik ook dat programmeren misschien ook steeds makkelijker gaat worden. Maar ik voorzie niet dat, of juist zo'n studie zal dan belangrijk zijn, ook voor het weer ontwikkelen van dat soort technieken en het toepassen van dat soort technieken. Dus ik denk dat juist ook daardoor deze banen gewild zullen blijven, maar misschien andere banen inderdaad wel minder nodig zijn in de toekomst. Ja, dankjewel. And I have a question for Umut. What is the percentage of students that proceed to the second year after the first year? Okay. Thank you. We got this question also in the English session. My answer is like this. Of course, I have the numbers, but let me put it this way. Not all the students who did not start second and then the third year are the students that were not able to pass, right? Like you all know, some students on the halfway or just in the beginning, they switch programs. They transfer to another program that's possible. So we should see the numbers from that perspective, like in every program, also business analytics have such students, especially in the first year, Dutch students know this very well. There's considerable number of students change programs, but taking them aside, I think we have a good success rate and it's improving. The first year it was like more than 50%, even more, excluding the students who voluntarily switched right at the very beginning. And now the numbers are the success rate. The pass rate is even growing when we have the second, third, and the batch of the students along the years. Yeah, thank you. It was a good question. Thank you, Umut. De volgende vraag is van Eben. Wat zijn de grote verschillen met econometrics en operations research? Komt dit overeen met data science of zit het net wat anders? Ja, dus als je vraagt naar de verschil met econometrie en operations research. Dus dat aspect zit wel, wel in. Maar binnen econometrie en operations research bachelor hebben ze natuurlijk veel meer vakken op het gebied van econometrie en operations research. En hier in dit programma zit veel meer AI. Zit veel meer ook de integratie met, laten we zeggen, de business vakken. Finance, accounting, HRM enzovoort. Dus dat zijn denk ik de grote verschillen. Dankjewel. De volgende vraag is van Tessa. En ze vraagt, als je niet erg geïnteresseerd bent in computers, maar wel in de analytics en business, is deze studie dan nog steeds een goede keuze? Ja, ik zou zeggen, misschien niet. Want als je niet zo geïnteresseerd bent in computers, en dan bedoel ik dan bijvoorbeeld het gebruiken van computers, hè, en programmeren. Ja, dat is toch ook wel een heel belangrijk onderdeel. Maar, dus ik zou toch hier zeggen niets. Maar Umut, ik weet niet of jij nog wat aan toe te voegen hebt. Yes, I agree with your answer, Dick. I got the question in Dutch, by the way, just to set the record correct. I understand Dutch, but I'm more fluent in English. So maybe not, as Dick said, because why? This is a ABC program curriculum where analytics, business and computer science is balanced. Of course, in this program, you're not trained as computer scientists, you're not trained as programmers, but to solve problems, business problems with an analytical perspective, often you need to use coding and computer algorithms. So I agree with Dick, maybe you should have some interest in computers and programming to best perform in this program. Okay, thank you. Dankjewel. Dan een andere vraag. Kan ik met deze opleiding een handelaar worden in bijvoorbeeld aandelen op de beurs? Oops. If I understand correctly, aandelen is the word for trader or share? Trader, yes. Trader. There is no straight answer for that, but
let me put it this way. My personal opinion, this program gives you a lot of skills and knowledge that an analytical-minded trader use. But I'm not saying per se this makes you a trader, but yeah, it gives you a good analytical and business background that traders use. So yes, there is a career path alternative in finance, in trading. Yes, it's technically possible. Thank you. Oops. Dan een vraag voor Olivier. Waarom ben je geswitcht naar business analytics van econometrie? Ik was eerst eens met econometrie bezig. Zoals al even kort werd aangegeven, in je eerste jaar switchen best wel wat Nederlandse studenten. Had mij ook met een persoonlijke reden te maken. Maar ik vond... econometrie is net wat meer economisch gericht. Business analytics heeft meer businessvakken. Dat interesseerde mij iets meer. Ik had eigenlijk ook meer behoefte om net de wat computerkant daar wat achtergrond extra bij te krijgen die ik later weer kon gebruiken. Dus dat vond ik interessant. Wat ik wel als advies kan geven is, toen ik begon natuurlijk, hadden we nog niet zoiets als ChatGPT. Nu voor advies gebruik ik het ook wel eens, net zoals docent er ook naar kijken. Maar probeer wel eerst echt die basis in Python te leggen. Want als je alleen maar gaat vragen aan ChatGPT, dan ga je dat missen. En dan ga je waarschijnlijk in je tweede semester, maar sowieso in je tweede jaar, anders wel tegen de lamp lopen. Dat je eigenlijk niet meer snapt wat je aan het invullen bent. Oké, dankjewel voor je antwoord, Olivier. De volgende vraag. Heb je voor deze bachelor een programmeerbasis nodig? Bijvoorbeeld kennis van Python, JavaScript of HTML? Nee, dat is niet nodig. No. We beginnen echt vanaf scratch, wat dat betreft. Ja. Natuurlijk, als je dat al hebt, dan is het mooi meegenomen voor je. En dan maak je daar een vliegende start. Maar we gaan ervan uit dat het niet aanwezig is. Umut, heb jij nog wat toe te voegen? Fully agree. I answered a similar question in the other session. Yes, this program is meant to teach you, train you in programming. So all you need is just if you're interested in programming, if you love, enjoy these things, then we teach it from the scratch here. So you don't need a Python or any other software skills or knowledge in advance, no. Oké, dankjewel. En dan de volgende vervolgvraag van deze student, of potentiële student. Kun je de lectures ook digitaal volgen? Nee. No. UFA, that's not about our program. So my colleagues can please correct me if I phrase it not accurately. UFA, University of Amsterdam and Faculty of Economics is now fully back on campus. Okay, so all education is on campus, unless indicated otherwise, unless something happens, right? So it's not about business analytics program. It's also for econometrics, also for business administration. Now we have on-campus education. A lot of the lectures are recorded though. If you want to rewatch a lecture, that's always nice. Look up dankjewel, duidelijk antwoord. De laatste vragen zie ik gezien de tijd. Maar laten we beginnen met deze. Wordt er in projectgroepen gewerkt bij programmeeropdrachten of werk je alleen? Hoeveel studenten zitten er in werkgroepen om wiskundesommen te maken? Tussen haakjes, krijg je veel persoonlijke aandacht? Ja, nou dat verschilt ook heel erg, denk ik. Maar Umut, jij moet maar aanvullen. Er zijn werkgroepen, die hebben de grote vaak, hè, waarin je tutorials van 20, 25 mensen. Maar soms moet je dus ook assignments doen, of een stukje programmeren of een andere assignment doen. En dat is dan vaak in groepen van twee of van drie die je doet. Yes, and that's accurate, that's correct. But please also consider this depends on which course you follow. Olivier can confirm us.
It totally depends. This period, I now do my programming for machine learning with two other people. Last period, for mathematics 3, I did it also in groups. And for my algorithms and data structure course, where Dick already told a little bit about time complexity, for examples, and good algorithms, I did it myself. So it totally depends. Yes. Oké, dankjewel. En de ene laatste vraag is, hoe kun je er, voordat je start aan de studie, erachter komen of je goed genoeg bent in wiskunde? Tussen haakjes, ik vind wiskunde leuk. Mijn wiskunde B-cijfers zijn tussen de 6,5 en een 7. Ik zou zelf zeggen dat klinkt goed. En nog belangrijker is het denk ik dat je het leuk vindt. En dat je ook, nogmaals, hè, ook leuk vindt om met de computer te werken. Dat je wiskunde leuk vindt. En natuurlijk als je er moeite mee hebt en je staat onvoldoende voor het vak enzovoort, dan moet je dat niet doen. Maar dit klinkt goed. Mooi. En dan de laatste vraag. Wat zijn de belangrijkste redenen waarom studenten niet succesvol het eerste jaar afronden? En dan tussen haakjes, ik doel niet op studenten die de verkeerde keuze gemaakt hebben, maar studenten die de studie wel willen afronden, maar waarbij het niet lukt. Misschien dat jij, Umut, daar meer zicht op hebt. Well, as you can imagine, there is no straight answer to that. Okay, this is a very... This question can have many answers. It's a subjective question, but I can only tell you my observations. I think any student who meets the entry requirements, a good record in mathematics, a good high school degree, and a good proficiency in English and interest in computer science and analytics can succeed in this program. What leads to not being successful sufficiently? Different reasons. I mean, either the student didn't make the right choice. Maybe he's interested in something else more. Maybe it's not the right choice for him. Or sometimes the level of some courses is end up being higher than he or she initially might have expected. So therefore, we always emphasize we teach high level of mathematics, high level of business and analytics courses. So the mathematics you see in this program is not any lighter than econometrics program. So it's maybe good to know this, but of course it's not the econometrics program. Okay, so it depends the curriculum, but it's good to know that. So this is not a business administration program. So this is maybe one reason. But other than that, I see in many students, I gave their certificates last month. Many students pass, they are being successful. And the more they pass, the more they enjoy the program, the more they close to them. Yeah. Okay, thank you. Well, and so we have one final question, and maybe Melis, you could answer that one, or Olivier. But what is the average study load per week, and does it differ per course? Did I go? Okay. It definitely does differ per course, I would say. Average. In 1 week, we have, for example, for our maths courses, we have around 4 hours of lectures and 4 hours of tutorials. And then on top of that, I would say I add another at least 8 hours on top, like 2 hours per session, just to learn everything fully. But obviously, that also differs per person. It depends how fast you learn and how you learn. For the maths courses, I guess I would say that's average. And then, for example, for our other courses, I would say it's a little bit less. So for the coding courses, I don't know, like also with the business law course and the entrepreneurship courses, it's a bit less than the maths one, but still weekly, if you have two courses, prepare around like 10 to 16, I would say, in that range, depending on the course. I don't know if you would agree, Olivier, but I guess that's what I do. Yes, you do have to study quite a bit. If you've got some friends who might do some other courses, you will also recognize that. But that's something you should know going in. Just it's nice to
to not fall too far behind, because quite quickly you will stop understanding what they're doing. Thank you, Melis. Dankjewel, Olivier. En hier met deze laatste vraag zijn we aan het eind gekomen van deze online informatiesessie. Dank jullie wel voor jullie deelname. We hopen dat jullie nu een beter beeld hebben gekregen van de studie Business Analytics binnen de UvA. En mocht er nog vragen zijn die niet zijn beantwoord in de Q&A of tijdens de live Q&A, blijf dan nog even hangen. Dan kunnen we in de chat je vraag nog beantwoorden. En zo niet, heel veel succes met de keuze maken en hopelijk tot ziens.